Uh, eigenlijk niet, maar uh, zolang er een kans is. mag je er wel aan geloven, denk ik. En, uh... Kijk, we moeten realistisch zijn. We spelen wel tegen de nummer 5 van Nederland. Die, die volgens mij vijf keer op rij of zo gewonnen heeft. En die gewoon een goede ploeg heeft. Maar ja, speel je zo'n wedstrijd tegen NAC thuis. en uh, Misschien is Heerenveen dan een wat betere ploeg. Maar, maar kom je net zo de kleedkamer uit als tegen NAC. Dat je daar een half uur met 3-0 voor staat. Ja. Uh, je zou stom zijn als je niet voor die kans uh, zou gaan. Dus uh, we willen er gewoon alles aan doen. En dan zien we op een gegeven moment na een helft ongeveer wel uh, hoe, hoe het ervoor staat. En uh, dan kunnen we altijd nog andere beslissingen nemen. Merk jij een ander gevoel in de groep, van het in eigen hand hebben tot hopen op een uh, mirakel? Nou, je merkt wel dat iedereen de hoop, uh, de hoop heeft. Het. Dat hebben we gisteren ook allemaal, uh, allemaal uitgesproken, dat we er allemaal voor willen gaan. Uh, ik had na de wedstrijd tegen NAC, uh, dan zit je toch een beetje je teleurstelling. Dan heb je wel zoiets van, ja, dat gaan we nooit meer redden. Maar goed, mocht PSV zijn plicht doen en er nog een mooi avondje willen maken voor de eigen supporters en ze zouden een mooi resultaat neerzetten, ja, dan zou je jezelf voor je kop slaan als je er niet alles aan gedaan hebt. En uh, zolang we dat doen, morgen, dan gaan we het opgeven over die nacompetitie in. En dan, uh, dan, zouden, dan kunnen we daarvoor een mooi resultaat gaan. Hoe vaak is het woord play-offs al gevallen hier op trainingsveld? Nou ja, die is natuurlijk vaak genoeg uh, gevallen. Je, je kijkt ook al een beetje met een schuin oog naar de wedstrijden die, die nu in de na-competitie gespeeld worden. En uh, ja, je zou stom zijn als je dat niet deed, want ja, de kans is natuurlijk groter dat je, dat je er wel in terecht komt dan niet. Dus uh, bij ons uh, is ook het uh, vertrouwen volop aanwezig dat we die, die na-competitie gaan overleven mochten we daarin komen. En uh, ja, zolang dat besef bij iedereen daar is en uh, dat je niet in de Jupiler League wil komen weer... Dan, uh, dan moet het ook gewoon goed komen. En uh, met, met de inzet en de passie die we de tweede helft tegen NAC hebben gebracht. Ja, dan uh, moeten we met z'n allen gewoon uh, heel veel vertrouwen erin hebben. Eerst maar een zereveen. Kan zomaar vakantie worden daarna. Ja, dat zou heel mooi zijn. Dan uh, ga ik met mijn blote kont over het veld heen. Dat ook, ja. Als dat, dan, ook, als, als dat <laughs> gebeurt. <laughs> nee, nee, dat lijkt er maar niet in. <laughs> uh, Staat er nou op, oh, Oké, okay, nou, dan doen we het wel. <laughs>